Oké, de juiste stoelinstelling. We gaan beginnen met de stoelhoogte. We zetten hem zodanig hoog of laag, hoe je het noemen wilt, dat je ogen door het midden van de voorruit heen kijken op die wijze. Dan trappen we op de rem. Krachtig. Zorgen we ervoor dat we een hoek in het kniegewricht houden. Zet de zitting niet zodanig dat je als eerste je zitting aan het indrukken bent en dan je rempedaal. Maar meteen op je rempedaal en steun van je been op de zitting. Je legt je rug ontspannen in de rugleuning. Je strekt je arm uit. Met dit gedeelte van je pols mag je de bovenkant van het stuur kunnen raken zonder dat je uit de rugleuning hoeft te komen. En dan haal je handen richting de kwart voor drie positie. Hier die kommetjes die zijn bedoeld om je duimen los vast in te leggen. En dan hebben we de juiste stoelafstelling te pakken. Dan hebben we nog één detail. Dat is de zithouding. Vergelijk het maar met skiën. Je kunt op de juiste wijze in die schoenen staan. En je lichaam lekker laten hangen in die schoenen. Maar als je nog steeds heel veel spanning in dat bovenlichaam hebt, Dan kom je nooit met de juiste flow naar beneden. Hetzelfde geldt voor autorijden. Er moet echt een tweedeling zijn tussen onderlichaam en een ontspannen bovenlichaam. En dat bereik je met de goede zithouding. Daar gaan we zo naar kijken. Wat gaan we doen? Nou ja, wij gaan het eigenlijk niet de hele dag doen. Wat best jammer is. Maar wat gaan die deelnemers doen de hele dag? Even de korte pitch. We gaan het hebben over remmen, ja. Bochtentechniek en dat hangt onder andere samen met het aanremmen voor een bocht. Hoe zet je hem in, wanneer accelereer je weer uit? De meest in het oog springende zaken. We gaan op snelheid rijden in Duitsland en het is natuurlijk alleen al de kick om met deze auto een keer op hoge snelheid te rijden en 250 plus belevingen. Ja. Maar dat die auto op snelheid gebracht kan worden, dat geloven we graag. Daar staan ze onbekend. Maar Porsche staat ook bekend om zijn goede remwerk. Ja. En met name op hele hoge snelheid, daar zien wij dat dan de bestuurder 9 van de 10 keer zeg maar, de bepalende of ja, misschien zelfs falende factor is. Omdat er niet hard genoeg geremd wordt. En dat heeft dan gewoon te maken met het feit van, ja, kan dat wel op deze hoge snelheid? Kun je zomaar op die rem dreunen? Ja. Nou, dat wordt natuurlijk opgebouwd. Ja. We beginnen een keertje met een lage snelheid. Lage snelheid is zeg maar 80 km per uur, 100 km per uur. Zullen we het gewoon gaan doen? Nou, wat mij betreft. Ja? De remmer is een keer stevig. Kijk Wouter, dit is meteen lekker stevig. Je ziet daar die G-krachtmeter. En je hebt te hard geremd. Ja, want we wilden uitleggen voor de cursus dat de meeste mensen niet hard genoeg remmen. Wat best grappig is. Maar dat lukt mij dus helemaal niet. Nee, maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een mooi haakje ook naar een aantal dingen. Eén is, ja, ik kan dus heel goed remmen. Per ongeluk misschien deze keer. Maar kan je altijd nog mensen wat leren? Is het, ja. Voor mijn gevoel, ik ben een paar keer met jou in de auto gezeten en dacht altijd van ja, hij roept al slimme dingen. Ik heb er wel wat aan. Even als voorbeeld. We hebben hier die G-krachtmeter en we hebben nu 1,34. We zitten hier nog steeds op hetzelfde wegdek. Zullen we eens kijken of je nog meer eruit had kunnen halen. Ja. Gewoon door simpelweg harder te remmen. Gewoon volle bak, er zit geen verkeer achter ons. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, go, klaar. Hup, bam. Je ziet nu dat je daarnet dus duidelijk gewoon in één klap alles uit de kast hebt geremd. Ja. Wat me nu opvalt. Ik weet wat je gaat zeggen. Zithouding, hè? Zithouding, ontspannen. Ja, precies. Die zithouding. En dat is zo'n ondergeschoven kindje in dit verhaal. Omdat wij als mens, als het wat enthousiaster wordt, of als mensen wat banger worden, omdat ze het overzicht missen. Daar wil ik helemaal niet eens aan denken tijdens deze training. Maar gewoon in het enthousiasme, ja, dan zijn onze handen onze veilige basis. En realiseer je dat die auto die is al zodanig geconstrueerd
dat die kan zo makkelijk zelf in die rechte uitlijnen. Ja. Dat die handen, op het moment dat wij die behoorlijk samentrekken, dan sluiten we ons in grote mate af voor het gevoel, de communicatie met de auto. Ja. En dat is zonde, die handen die heb je helemaal niet nodig. Laat stuur maar eens volledig los. Volledig, trap maar op de rem, zo hard als je kunt. Juist. Dit vind ik dan eng. Nee, ja, maar wel. Ja, dit ga je nooit zelf doen, hè? Nee. Maar het is wel goed om het een keer te ervaren, inderdaad, dat er gebeurt eigenlijk nog niet heel veel geks. Nee, precies. En vanaf het moment dat je dat realiseert, het is niet dat wij promoten om mensen met losse handen te laten rijden, maar het vertelt zoveel over hoe de zithouding van iemand is. Ja. En waar wij onder andere ook op letten, dat is gewoon puur op je mimiek. Ja. Je ziet vaak dat als je mensen wat steviger laat remmen, en nou was je dus net al een soort wonderleerling door meteen kabam die rem erop te beuken. Maar hoe vaak zien wij niet dat mensen echt nog 30% te weinig van de remcapaciteit gebruiken? Ja. En al wel de mimiek, heel dat lichaam doet zwaar mee. Ja. Nou, dat betekent gewoon dat we dat veel te spannend maken. Je hoort ook dat mensen heel graag de term noodstop hier aan willen hangen. Ja. Joh, was er net sprake van nood? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Dus laten we het alsjeblieft niet spannender maken dan het is. We praten over remmen. Superbelangrijk onderdeel in heel dat rijden. En nu wordt de volgende stap dat we dat juiste remmen, dat krachtige remmen, op een gegeven moment ook nog weten te gaan doseren, zodat het bruikbaar wordt voor het mooie inzetten van de bocht. Ja. Zijn Porsches goed qua remmen? Volgens mij wel, hè? Ja, Porsche staat bijzonder goed om zijn remmen. En nou is remmen, goede remmen, dat is niet alleen maar een eenmalige actie. Nee. Want als dat spul niet knijterheet is, dan durf ik te beweren dat bijna elke moderne auto wel gewoon goed remt. Ja. En het remmend vermogen, dat hangt van meerdere zaken af. Dat hangt ook van je banden af, dat hangt van de weersomstandigheden af. Ja. Maar waar Porsche buitengewoon goed in is, dat is dat als je onder hoge belasting veelvuldig blijft doorremmen, dan blijft die remmen. Ja. Zeker met dit model, met die nieuwe generatie, je rempedaal blijft mooi hard. Hij blijft gewoon remmen. En je ziet dat als een auto geen goede rem heeft, binnen no time de boel veel te heet wordt, je rempedaal wordt sompig, ja, dat geeft nul vertrouwen. Ja. Volgens mij heb je nog meer kracht in je been. Ja, dat is niet volle beenkracht. Je hebt het ABS net horen werken. We zitten nu nog op hetzelfde wegdek, we rijden even hard, gebruiken ze alle kracht. Nu, bam, veel harder, trap door. Kijk, je hebt zelfs nog iets meer weten te halen. En dat is opmerkelijk. Dit is harder dan ik zelf geremd zou hebben, inderdaad. In een noodsituatie. Want je gaat, je haalt er toch nog ietsjes meer uit. Laat het stuur maar eens los. Trap maar op de rem, voluit. Kijk, zie je dat? Oké, dat voelt wel. Ik doe het alleen omdat jij zegt dat het kan. Het voelt wel heel onnatuurlijk, maar. Nou, hoe gedroeg dat? Ja, hartstikke recht. Eigenlijk. Ik noem dat een schande dat je praat over remmen, dat we daar zo gereserveerd in zijn. Want het is zeker met zo'n snelle auto als dit super belangrijk om de boel op gang te brengen. Dat gaan we zo ook doen. Als je de zaak op gang brengt, dan moet je ook ergens weer stoppen. Dan moet het op een keertje uit. En dat is vaak waar het misgaat, met het niet op tijd stoppen. Exact. Laat je lichaam wat mee naar buiten hangen. Trap maar op de rem nu. Dit is waarom je een auto hebt met ABS, want anders staan we daar in de bloemetjes gaan. In de bloemetjes gelegen, ja. Oké, gaan we er een beetje gas bij? Duidelijk aanremmen, geen druk op je stuur, soepel los, juist. Kijk, en van boven naar beneden. Dat is gaaf. Geen druk op je hand, maar wel op je rempedaal. Snel indraaien, snel openen. Snel in, snel openen. Oké. Verbeterpunten nu al?
Ja, ik heb er eentje gezien. Ik vind het helemaal geen leuke cursus. Nee, dat is niet waar. Dat is wel... Draai maar om. Ik heb er eentje gezien. Dat is... En daar hoef je je zeker niet voor te schamen. Maar bijna ieder mens heeft een voorkeurskant met zijn bocht. Ja. En die bocht naar links, die zet je veel makkelijker in dan de bocht naar rechts. En dat komt omdat je met je houding, je werkt mee de auto in. Okay. En nou, weer dat sprongetje naar dat skiën. Ja. Wanneer gaat dat het allermooiste? Als je naar die drukzijde gaat. Ja. Wat is in die bocht naar rechts de drukzijde? Dat is de linkerzijde. Ja. Laat je lichaam de volgende keer naar de buitenkant, mee naar de drukzijde toe hangen. Ja. Dan krijg je namelijk een volgende. Als jij de auto induikt, zoals dit, dan moet veel meer van dat lichaam moet meedoen. Ja. Die schuine buikspiertjes, alles trek je aan. Dat zit mijn trainer goed hoor. Terwijl je juist die souplesse in de draaiwerk wilt houden. Ja. En dat bereik je door mee te hangen naar die buitenzijdebocht. We zullen hem nog een keertje doen. Ja. Probeer ongeveer op 2/3 van de bocht je snijpunt te pakken. Ja. Je remt lekker duidelijk, lekker mee naar buiten hangen. Hup, draai soepel door. Snel openen van je stuurgas, bij nog even indraaien. En dit ziet er zoveel relaxter uit. Het voelt ook anders. Ja. Je voelt dat helemaal terug in die auto. Ja. Dus dit leer je mensen. Zelfs mij kan je nog wat leren. Nou, dat is bluff natuurlijk. Zelfs mij. Nee, mij kan je ook nog heel veel dingen leren. Ook qua autorijden. Maar grappig, dit is. Want hiervan denk ik, van, ik kan wel een beetje sturen. Maar dat zullen meer mensen denken. Maar het zit soms in dat soort details. Dus ook gewoon houding en. Het zit alleen maar in details. Ja. Het zit niet in dat hele grove. Nee, juist het fine-tunen. Ja. Dat zorgt ervoor dat je zegt, oké, nu kan ik die auto veel meer benutten. Ja. Dan wanneer ik als een houthakker te werk ga. Het is altijd heel makkelijk om ontspannen te blijven als je langzaam rijdt. Maar rij je iets sportiever, dan mag het natuurlijk ook nog ontspannen blijven. Snel openen en gas bij. Die elleboog die is toch weer een beetje prominent aanwezig. Geen spanning op je stuur opbouwen. Ja, 2/3 binnen. Dat stippel je nu ook al uit. Actief doordraaien, actief openen. Dit voelt echt al zo anders. Ja. Heel goed, mooi werk. Ik ben verbaasd hoe snel je zoiets in korte tijd kan oppikken. Ja, als je maar gewoon lekker doelgerichte werk gaat, dan... Terughalen, zorgen, even analyseren waardoor bouw ik die spanning op. Ja. Nou, en dan ga je daar een schaaf en dan gaan we die bocht nog een keer doen. En dan mag je de turn in op de tweede bocht iets sneller doen. Niet eerder insturen, een tikje sneller. Ja. Lekker losje zitten, nog niet remmen, nog niet. Nu wat duidelijker, gedoseerd loslaten, soepel in en iets actiever in. Juist, gas bij, wachten, iets actiever in. En dat was iets te vroeg op gas. Want als je zo actieve turn in en dan komt weer die zithouding. Ja. Als jij hier wat actiever wordt, dan wil dat onderlichaam zich er onherroepelijk mee gaan bemoeien. En dat is de kunst om die twee los te laten. Om die twee los te koppelen. Dat is heel belangrijk. Dus je turn-in was goed, maar nu was de acceleratie iets te vroeg. Ja. Turn-in actief, volgende keer acceleratie op het moment dat je stuur opent. Ja. Dat is misschien wel de reden dat training, dat het zo mooi is dat je een hele dag op pad gaat. Dat je echt wel stappen kan maken. Wij doen het nu even voor een korte programma en niet op de weg waar je normaal het doet. Maar ik merk al zeg maar, ik stappen zit, maar dus wat dat betreft lekker als je gewoon langer kan rijden. Ja, het is één op één. Je hebt een hele dag. Ja. En we zijn natuurlijk niet kinderachtig. We laten die gewoon lekker met de auto omgaan waarvoor die bedoeld is. Oh, ik heb zelf ook zin in eigenlijk.